Ja, dat was heftig hè. Die oplichter was goed de Sjaak. En wij willen blijven jagen op dit soort boefjes. Dat kan alleen als wij 50.000 leden hebben. Help ons daarom. Word lid van Poont voor eenmalig €5,72. Ja Lorenzo, staan we bij het trainingscomplex van FC Twente. Waarom? Ja, omdat Brahma niet heeft gespeeld en Kassier Raboye beloofde vorige keer. Hè, want de opstelling kwam voorbij en wat gebeurde er met jou toen jij zag dat Brahma niet speelde? Ja, ik was woedend dat hij niet speelde, ja. Het is gewoon zo. En ik heb toen ook alleen de bus opgewacht. Toen ben ik nog bedreigd. En wat heeft dat liedje van vorige week jou opgeleverd? Ja, ik denk die bedreiging. Ja, en je hebt een nieuwe hit gemaakt. Garcia rot op. Is het zo ver? Is dat nodig dat die man weg moet, die trainer? Ja, ik denk als je Twente in de Eredivisie wil houden, dan moet hij oprotten. Oké, er is misschien weinig geld. Maar alles om de club erin te houden, moet je toch doen. Nou ja, goed. Jij hebt een bedreiging gehad. Ik zelfs een klap voor de kop. Ja, wat gaan we dan nu doen? Nou, gewoon weer zingen. En dan gaan we gewoon weer hier doen. Zodat alles goed komt met FC Twente. En daar gaan we voor. Je hebt publiek, Lorenzo. Maar één ding weet ik wel. Dat Valderrama moet spelen. Wat gaan we doen? Jullie gaan stoppen. Gaan we lekker naar. Ik versta u echt heel slecht. Dan moet je de muziek eens afzetten. Nou ja, dat is. Kijk, we hebben een artiest bij ons, mevrouw. Ja. Wil je daar niet in mee lopen? Wat zegt u? Wil je daar niet in mee aan? Jij loopt er mee aan. Nee, jij loopt er mee aan. U wilt graag op beeld, hè? Nee, want ik sta hier naast. Ja, u loopt steeds bij me, hem voor de beeld. Ja, en? Ja, Lorenzo, gaan we weer. Volle bas. Meneer, laat u de artiest even voor wat het is. Dat is onze artiest. Ga weer. Wat zegt u? Nog een liedje? Jullie hebben je punt gemaakt. Wat zeg jij, Lorenzo? Ah, dit is een bekende. Die kent u ook, hè? Die kennen we allemaal. We zijn allemaal de meeste Mevrouw, even ruimte voor de artiest. Ruimte voor de artiest. Garcia wordt wakker, mijn vriend. Maar ik wel weer bij mijn boxje. Dat is mijn... Lengtijd heeft vast dat is jouw probleem. Wat tijd dat je dat ik gaat zien. Dat wordt van mij opleven. Ik moet gewoon even. Dan hang ik dan. Oh. Ja, daar gaan we. Of ik trap hem weg of je doet hem uit. U mag ook meer zingen. Het jaar, dang. De plopkap kwijt. Ja, hij heeft mijn plopkap gejaagd. Kunt u die weer ophalen? Ja, laat u hem even hier staan. Niet aankomen, hè? Dan word ik echt heel boos. Nee, dat mag niet. Niet doen. U mag erop passen, u mag er naar kijken. Niet aanraken. Ja, ga ik even naar onze artiest. Nu! Dang. Mag ik mijn plopkap terug? Daar liggen in een prullenbak. Volgende keer sla ik naar die gevoel. Dag meneer. Dat is best zijn beste nummer. Ik vind dit persoonlijk zijn beste nummer. Wat vindt u? Niet? Oké, dat zie je erop. Spelers, we gaan iets dichterbij staan, ja? Komt u bij mij, hè? Lorenzo, even met fans op de foto. Speciaal voor jou. Ja hoor.
waarom deelt het aan mij? Ik heb goed nieuws voor jullie. We zitten erop. Het zit erop, dames. Wat vonden jullie ervan? Geweldig, jongen. Nou, aan die kant van het hek. Ik vond wel iedere keer dat denk van, we staan hier gezellig. En dan kruipt u iedere keer het beeldscherm in. Ja, dat hoeft toch helemaal niet? Jawel. We taaien af. Mag ik u bedanken? U was geweldig publiek. Yo. Oh. Wat een succes was het weer, hè? Ja, tuurlijk. Godverdrie, zeg. Geweldig, toch?